En de nieuwsdienst brengt u vanaf vandaag een serie items in het kader van de herdenking van 158 jaar afschaffing van de slavernij op 1 juli. We beginnen vandaag met de uitgifte van het boek De Doorsons door auteur Roline Redmond. Het boek is een zoektocht naar een Afro-Amerikaanse slavenfamilie in het Caribisch gebied en dus over de eigen voormoeders van de schrijfster. Redmond zegt vanuit Utrecht, Nederland aan onze nieuwsdienst dat het boek is geschreven in opdracht van haar voorouders. Het schrijven duurde 10 jaar, maar het was alles behalve eenvoudig om door de verschillende archieven heen te komen. Redmond gaat ook in op het uitgeven van het boek aan de vooravond van 1 juli. Heel moeilijk. De volkstelling van 21, daar lagen heel veel dingen door elkaar. En nu zijn ze gedigitaliseerd, maar toen was dat niet. En mensen hebben de gegevens nu geordend. Dus er zijn heel veel stukjes die ik aan elkaar moest plakken. Als je ziet de reacties die ik krijg, ook van Nederlanders die het hebben gelezen, die zeggen van nou, er staan dingen in die wij niet wisten. En we hebben nogal wat kennis opgedaan door wat we gelezen hebben. Dus ik denk dat het ook bij Nederlanders wel belangrijk is dat ze dit boek gaan lezen. En begrijpen waarom Surinamers nog zitten met het slavenverleden. En wat hoopt u zelf dat het boek bijdraagt aan de geschiedenis van Suriname? De geschiedenis van Suriname is de geschiedenis van Suriname. Wij weten het wel. Wat ik hoop is dat hetzelfde gebeurt als met een boek dat ik geschreven heb over zwarte mensen in kinderboeken. Dat men toen die kinderboeken is gaan bijstellen. En het is in sommige methodieken gebruikt op scholen. Ik hoop ook dat men in het onderwijs dit boek gaat lezen. En zeggen we kunnen het gebruiken als lesmateriaal of leermateriaal van dingen die wij niet eerder wisten. Voor het boek heeft Redmond ook onderzoek gedaan met personen uit de Verenigde Staten en wijdt er een hoofdstuk aan in het boek. De schrijfster geeft aan wat een van de meest opmerkelijke zaken is uit haar boek. Nou, in het boek heb ik een man aangetroffen waar de familie altijd over vertelde. Hij werd belachelijk gemaakt door mijn familie. Het was een beetje een gek, vonden ze. Hij wilde ruzie maken met iedereen. En toen viel de naam Anton de Kom. Ze noemden hem Oom P. Oom P. Doorson. Maar later bleek dat iemand te zijn die Anton de Kom heel erg beschermd heeft. En voor hem opgekomen is in Suriname. En het trieste is dat mijn familie hem niet zo zag. Ze vonden hem een beetje kerulant. En er werden allerlei wilde verhalen over hem verteld. Maar het echte verhaal, dat hij risico liep om doodgeschoten te worden, want het was een grote bijeenkomst van Anton de Kom. En er zijn doden gevallen. En hij stond met ons bloot bovenlijf en zei van nou, ik ga hier niet weg, jullie schieten jullie mij ook maar dood. Dus hij was echt iemand die opkwam voor andere groepen, dus gemengde groepen ook. Net als Anton de Kom, Oom P. Doorson. Wie besluit het boek te lezen, komt er al snel achter dat deze op een prachtige manier meeloopt met het onderzoek. De beschrijvingen geven een realistisch beeld van het schrijftraject dat voor Redmond lang en zwaar was. Zij hoopt dat het boek zal worden vertaald naar het Engels. De Doorsons van Roline Redmond is inmiddels te verkrijgen in Nederland, maar nog niet in Suriname.